Wat nu bijvoorbeeld van belang is, is dat we zorgen dat er meer woningen terugkomen als het even kan, omdat er gewoon heel veel vraag is naar woningen. Nog niet zo lang geleden zijn er 3 flats gesloopt aan de Hoornerslaan. Daar is nieuwbouw voor teruggekomen. Nu is de beurt aan 2 flats aan de Boerslaan en de Helmbergweg. Ja, dat klopt. Binnenkort start de sloop ervan. De voorbereidende werkzaamheden die kun je nu al zien. En wat gaat er voor terugkomen? Ja, dat weten we nog niet precies. We gaan die flats slopen. Dat is een besluit wat al jaren geleden is genomen. En we zijn nu aan het kijken wat we met het hele gebied zouden kunnen doen. En wat je ziet is dat in de loop der jaren inzichten veranderen. Op het moment dat jaren geleden de sloop was genomen, dan keek je anders tegen nieuwbouw aan dan nu. Wat nu bijvoorbeeld van belang is, is dat we zorgen dat er meer woningen terugkomen als het even kan. Omdat er gewoon heel veel vraag is naar woningen. En je ziet ook in de woonagenda, de discussie die nu bij de gemeente is, en een paar weken geleden in de raadscommissie, dat ook vanuit de gemeente er gevraagd wordt om meer woningen te maken. Daarnaast denken we nu natuurlijk anders over duurzaamheid dan 5-6 jaar geleden. Thema's als fossielvrije, dus zonder aardgas woningen bouwen. Dat is iets wat 5-6 jaar geleden minder was. En dat zijn thema's die wij als Dunivi zeg maar, zo goed mogelijk willen verwerken in het nieuwe plan. En daarmee ook het plan voor de toekomst meteen daar willen maken. Maar het is toch eigenlijk veel logischer om eerst een plan te hebben voordat u gaat slopen? Het is logischer om eerst een plan te hebben voordat je gaat slopen. Maar wat ik net zei, op dat moment waren er ideeën wat we daar zouden kunnen gaan doen. En dan zie je dat het natuurlijk een tijdje duurt op het moment dat je een sloopbesluit neemt voordat je met mensen hebt gesproken, dat mensen ergens anders een huis gevonden hebben enzovoort. En in zo'n periode zie je dat inzichten veranderen. En dan kan je beter die nieuwe inzichten meenemen en die kans pakken. Want het is een hele mooie kans hè, om meteen een stap vooruit te maken. Dan dat je zegt van ja, we pakken terug op oude plannen. En wat waren dan precies de oude plannen? Dat was dan laagbouw? In de oude plannen, daar zat onder andere laagbouw. En ik denk als je gaat kijken naar de vraag die er nu is, en ook wel de locatie die het is toch een soort centrumlocatie, dat het veel logischer is om te kijken naar gestapelde bouw. Maar dat dan wel in een manier die past in deze tijd.